Hey, hoi allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Sims 4 Survival Challenge. En zouden wij vandaag de 50.000 Simleons halen? Ik ben heel benieuwd. Het is woensdag en... Oh, Olivier die gaat al naar school. Even kijken. Kees is aan het douchen. Even kijken, want ik heb hier al iets zien liggen. Ja, dat gaan we sowieso even graven. En ik heb gezien dat we planten kunnen ontwikkelen. Kijk hoor. We kunnen deze ontwikkelen. Die kunnen we ontwikkelen. Die kunnen we ontwikkelen. Oeh. We kunnen taart eten, zie ik. Ontwikkelen. Nog meer? Nee. Laten we daar eens maar eens mee gaan beginnen. Oh, we hebben geen elektriciteit meer. Nou ja. Jammer dan. Wow. Eens even kijken. Oh, we moeten ook echt nodig naar de wc, zie ik. Oh, hij ook. Huh, hoezo moet jij nou ook ineens zo nodig naar de wc? Aanzoek doen, beste vrienden worden. Jongen, je bent al lang met haar getrouwd, dus niet zo gek. En dan mag hij even gaan vissen. Oh, zij is gewoon echt met die... Kijk dan hoe ze met die planten aan het spelen is. Wat grappig. Oké, we gaan even de tuin verzorgen. We kunnen niet echt iets oogsten, volgens mij. Dat is wel jammer. Maar misschien komt dat nog vandaag. You never know. Oh, we hebben alweer een visje gevangen. Goed bezig, Kees. Ik denk dat Kees sowieso even een schilderij moet maken. Ja, we kunnen hier alleen wat oogsten. Nou, dan doen we dat straks wel even. Laten wij ook even gaan vissen. Gewoon om ons plezier in elk geval een beetje omhoog te doen. Daarna kunnen we wel dingen oogsten en dat soort dingetjes doen. Kijk, staan ze alweer met z'n drieën. Doedoe, lekker vissen. Weet je, je verdient altijd wel iets met vissen. Het is niet veel, maar we verdienen in elk geval iets. Ondertussen kan je best wel kletsen, hè? Over de rekeningen klagen en zo. Kijk. Gewoon even gezellig kletsen, terwijl je lekker aan het vissen bent. Nou, hoe chill is dat? Tenminste, lijkt mij toch best wel chill. Zo. Kijk eens, allemaal visjes. Oeh, zij is zelfverzekerd. Ze wordt echt serieus zelfverzekerd van het vissen. Dat is toch best wel grappig. Oké. Wij gaan nu echt wel iets schilderen. Want hey, ik wil echt wel heel graag in deze aflevering de 50.000 halen. Echt wel heel graag. Oh, we hebben nog een koeienplantbest. Nice. Die ga je even niet meer doen. Oh. Jouw plezier is ook niet al te best. Ga jij ook maar even vissen. Nou, al moet ik wel zeggen dat... Zo, was het een moeilijke vis? Zeewier, heb je niks aan. Maar ik moet wel zeggen dat de plezier niet heel erg omhoog gaat hier. Oké, nu hier toch zijn. Oogsten. Graven, graven. Ja, kijk. We kunnen al veel meer oogsten uit de tuin. Even kijken. Ach, de wc is kapot. En die moeten we dan even repareren. Wat heb jij geschilderd? Wat ben je aan het schilderen? Oh, koeienplantbes. We hebben nu 3 koeienplantbessen. Yes! Meesterwerk! What?
Zag je dat? 44.000 Simleons. En bam, dat betekent dat wij gewoon 52.000 Simleons hebben. Jongens, we hebben de challenge. Oh, zo leuk dit. Dit is echt zo leuk. Oh, ik ben echt blij. Oké. Alles in de tuin nog even oogsten. Echt alles. Oh, echt super blij ben ik nu. Yes, jongens. I did it. Or eigenlijk, we did it. Het is gewoon gelukt. We hebben gewoon de challenge gehaald. Dus ik mag nu gewoon een huis bouwen. Hoe vet is dat? Dat is toch super vet, jongens. Oeh. Ja, dat ging bijna in je hand, Olivier. Maar ik mag dus nu een huis bouwen. Oh, ik had echt niet verwacht dat ik hem in zo'n korte tijd zou halen. En ik ga zeker te weten een huis bouwen. En daar wil ik een speedbuild van maken. Want dat vind ik wel echt heel leuk. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En ik laat eerst achter gewoon voor wat het is. En dan ga ik hier het huis bouwen. Ik wil ook niet een te groot huis. Maar gewoon een mooi huis wat hier bij deze challenge past. Oké, laten we nog even de inventarissen gaan legen. Zo, de koeienplantbest hou ik. Want die vind ik gewoon leuk. Drie vissen erbij. Oeh, die vis was nog wel even 204. Capsule. Even van dat spul. Hoppa. Ook een koeienplantbestje. Kijk, hier, bam, 700. Oh, dit is echt super leuk. Gewoon één schilderij, jongens. Eén schilderij en bam. We hebben de challenge gewoon gehaald. Gewoon één schilderij. Alsof Kees gewoon wist. Dat dit is het schilderij waar we het mee moeten doen. Oh, die koeienplant is wel echt helemaal happy. Kijk nou. Oh, cute. Oké, dus sorry jongens, de aflevering is iets korter geworden als anders. Maar ik wil gewoon echt een aparte aflevering voor het bouwen van het huis. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze serie. Ik weet dat niet iedereen hem heel erg leuk vond. Maar de mensen die het wel heel leuk vonden, dank jullie wel voor het kijken. Want ook jullie zorgden ervoor dat ik deze challenge leuk bleef vinden en bleef opnemen. Dus daar heel erg bedankt voor. Volgende week komt er dus een speedbuild online van het huis, wat het uiteindelijk is geworden. En daarna begin ik met een nieuwe serie. En wat dat wordt voor serie, daar komen jullie binnenkort wel achter. Hey, bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei doeg!